Jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag staan we weer in het prachtige contentveen te kijken naar een mooi vuurtje. In de vorige aflevering hebben wij Coole Creeper, de winnaar van het toernooi in de grote arena hier. Die hebben we verbrand, want dat heeft de Raad van 7 toen bepaald. Vandaag wil ik de video beginnen met het opruimen van dit grote vuur hier. Want het ziet er natuurlijk niet uit dat als je hier buiten de stad staat of als je binnen de stad wil komen en je ziet een boer Jan lopen met een nieuw vogeltje, dat er een groot vuurtje is. Hallo Jan, goeie... Oh, jee, mag het... Goeiedag, heen. Goeiedag, Jan. Ik heb een... probleem. Jij hebt wat problemen, dat ja, is... Ik ben een vissen, ja? Ik ben een vissen. Elke vis, ja? Ja, zit helemaal onder de kladder. Helemaal onder de kladder. Ja, ik weet niet wat het is, maar zit helemaal onder de kladder. En ik word ook helemaal gek van het vuur. Oh, die maar, wacht, rustig aan. Klodder? Wat, ja, dat vuur ga ik elk moment weghalen, maak je geen zorgen. Maar wat, hoe bedoel je, je vissen zitten onder de klodder? Ja, ze zijn helemaal zwart, joh. Helemaal zwart? Waar heb je het over? Weet ik niet. Ik ben ja, ik loop even mee. 2 seconden. Ik ga even dit vuurtje hier weghalen en dan loop ik met je mee, oké? Okay? Ja, maar dan kan ik niet vinden. Hoezo? Dan kan... Nee, ik loop toch met je mee? Ja, maar je moest nog hakken. Wat moest ik hakken? Je ging hakken. Ja, ik ga eerst hakken, dan ga ik jou helpen. Nee, kom. Oh mijn god, oké, dat vuur komt zo wel. Je wat, vissen dit... zitten helemaal onder de klodder, zeg. Ik heb echt geen idee waar hij het over heeft, jongens. Nee, ik dus ook niet. Ik ben gewoon aan het vissen. Ik denk, nou, wat is dit nou? Waar heb jij het over, man? Echt. Dit is een lama hier ook. Wat doet die hier ineens? En weet ik voor wat. Oké, okay, wat is er aan de hand? Ja. Ja, ik ben hier gewoon aan het vissen, ja? Wat ligt er allemaal in het water? Wat is dat? Hier ligt een zwart dingetje. Daar wat is dit nou weer dan? Wat is dit? Huh? Oh, daar ligt het ook. Wat is dat, Jan? Jongen, je bent helemaal gek van. Ik weet ook, hè? Ik kreeg ook dit element zo. Dit is zo misschien met vissen de bier in de uurt. Dit heb je. Dit heb jij opgevist. Ja. Huh? Maar wat is het? Ja, dat weet ik niet. Plakt het naar? Die vissen, ja? Ik probeer ze schoenen, maar dat lukt niet. Oké. Maar wat wil je dat ik hier aan doe? Ja, schoenmaken. Hoezo ik nou weer? Nee. Ik ga een bakje koffie drinken. Weet je jongens, weet je, ik heb hier geen zin in. Ik heb hier zo geen zin in. Ik altijd wat gezeik met Boeian en zo. Hé, hey, wil jij ook een cool bakje koffie of zo? Ja, doe maar, lekker. Oké. Het lijkt wel, ik weet niet waar het op lijkt jongens. Laten we even kijken, het ligt overal. Moet je zien, hé. Oh mijn god, hier ook. Oh mijn god, het wordt hier alleen maar meer. Jemig, hier ligt er heel veel zelfs. Huh? Het lijkt wel, en het is smurrie en het plakt en hij kan het er niet afhalen. Lijkt wel een beetje olieachtig of zo. Hé, heb je een bakje koffie voor me? Ja, het is aan een bakje koffie, want dan ben je een goede koffie, maar het is heel lekker koffie. Dit is bietensoep. Jij hebt niks anders dan bieten. Bietenkoffie. Hé, we hebben een nieuwe burgemeester in de stad, weet je? Dit is niet mijn probleem. Ik ga je naar de burgemeester brengen. En dan kan hij dit probleem voor je oplossen. Nee. Hoezo nee? Nou, je toch hier bent, dus jullie die brug heb je afgebouwd, hè? Ja, ik heb de brug afgebouwd, een tolbrug. Ja, maar je was nog niet afgebouwd. Ik had allemaal dingen besteld voor de schuur, ja? Ja? Hij heeft u allemaal een andere kit neerzet, dus je kan maar even tillen. Hoezo? Ik heb letterlijk een brug gebouwd. Hij komt er toch overheen. Ik heb echt een paar afleveringen geleden heb ik gewoon een brug gebouwd voor ze. Ach, eerst even slapen, het is donker. Zo. Yeah. Nou, laten wij naar die brug gaan. Dan kan ik jou gewoon laten zien dat ik daadwerkelijk een bruggetje gebouwd heb. Ja, dat zou wel zo. Maar toen nog niet. Hé, hier is ook. Kijk, hier is het ook over. Het ligt overal in het water hier. Verschrikkelijk. Waar is het daar? Ik weet het niet. Het lijkt wel een beetje op een soort olie, Jan. Oh, olie? Olie, ja, wat moet ik dat je zegt? Zwart, plakkerig, smurrie. Dan denk ik aan olie. Gatver. Ja, gatver inderdaad. Ja. Yeah. Oh ja, ik heb mijn vogeltje verfd. Ja, ik zie het. Hij is rood. Hij was altijd blauw. Ja, ik dacht, ik maak een onderkleur, ja. Ja, dat snap ik. Hé, ik zie... Wat is dat? Ik zie Jan al zitten of Martin zitten. Wat is daar allemaal gebeurd? Huh? Oh mijn god, er is echt van alles veranderd sinds dat ik hier ben geweest. Wat is hier? Ja, hallo Martin. Ik zie dat je de tol hebt gebouwd. Ja, wacht, hier. Oh, ja, hier. Sorry. Ja. Wat wil je doen, Jan? Ik wil graag mijn spullen oppakken. Het zijn aan de andere kant van de brug, ja. Ja, dat hebben we niet nodig, maar dat ga je van hem doen, ja. Ja. Het wordt helemaal net gisteravond regeren, dus hoor, ja. En je wil met je vrienden door? Spullen daar? Ja. Ja, ik wil mee. Met z'n tweeën in een vol. Ja, maar hij is een vreemde. Hoezo, ik ben een vreemde. Ja, daar wordt hij wel tol betaald. Yeah. Ik ben geen vriend, ik heb deze brug gebouwd. Iedereen die hier langs komt, moet tol betalen, behalve boeren. Ja, ik heb alleen mijn vissen, dus je moet door. Ik heb bietensoep, vind je dat lekker? Nee, ik ben allergisch geworden voor bieten. Ik heb steak, vind je dat lekker? Nee, ik hou niet van vlees. Ik heb aardappel, vind je dat lekker? Nee, heb ik al te veel gegeten. Ik heb brood, vind je dat lekker? Ook niet. Houten plankjes? Nee. Oh, is waar? Nee. Oh, nee. Nee.
verder heb ik niks bijzonders voor je. Nou goed, dan gaat het. De slaap moet gaan niet om. Ja, maar ik hoef ook niet eens aan de andere kant. Wat doe je voor? Waarom? Wat ligt aan jouw troep, niet mijn troep? Ja, maar ik kan dat maar niet tillen. Ik ben hard aan het werk. Boeien, dan ga je hem onthouden. Dit is een probleem. Hallo, van die brug af of toptaan, ja. Oké, dan ga ik wel van je brug af. Nee. U moet spullen ophalen. Nee, staat ik moet... Dan moet je heel goed luisteren. Die staat daar... Dat staat daar... Trouwens, ik heb een advocaat pakje aan. Dit is niet mijn probleem. Laat nou maar even praten, ja. Ik ben zijn cliënt. Wat? Nee, ik ben niet een advocaat. Ik moest deze dienst overnemen. Jongens. We hebben een burgemeester. Dit is niet meer mijn probleem. Voor dit soort taken ga je naar de burgemeester en die lost het met je op, oké? Ik kan jullie wel introduceren als jullie willen. Nee, Jan heeft gewoon even jouw hulp. Weet je, ja. Ga maar over die slagboom heen. Loop er maar overheen. Hij heeft nu jouw hulp nodig. Jeewig, hé. Wat die slagboom, wat een gedoe allemaal hier. Wat de slagboom is ook nog kapot, trouwens. Ja, ik merk het. Het mechanisme is kapot. Dat is niet mijn probleem. Wat is hier aan de hand, Jan? Wat heb je hier allemaal voor spullen? Moeten aan de kant toe. Ja, ik ga dat toch niet allemaal tillen? Wat is dit? Wat heb je hier voor... Dat is een koelkast. Is een koelkast, een houten koelkast. Wat we heb je nog meer allemaal? Een vogelverschrikker neerzet. Een vogelverschrikker. Ja. Die moet in het land. Wat is dit? Weet je hoe duur blok dit is? Ja, voor in de kipschuur. Oké. Maar dit ga ik toch niet allemaal meenemen? Niet. Nee, dit is toch niet mijn probleem, man? Maar wie dan wel? Die van jou. Ja, maar ik ga het er aan mijn manier heen doen. We gaan naar de burgemeester, die lost het op, weet je? Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Hey Jan, die lege bloempoem is wel mooi, zeg. Ja. Wat is die? Waarom staan er zoveel lege bloempotten? Ja, die zijn weer van ons. Ja. Ja, maar van het einde, waarom zoveel? Nou, ze waren leeg. Ze waren vol, nu zijn ze weer leeg. Ja. Nou, hebben ze weer druk gekregen. Oké. Okay. Ik zie jullie zo aan de andere kant. Ja, Trouwens, die vogelsofreken was van mij, Jan. Dat is van mijn interieur. Oh, ik heb hier geen tijd voor, jongens. Hey, ik heb hier help je. Hé, hey, wat is nou? Ga je me alleen tippen? Nee, kom mee. Ik ga je introduceren. We gaan het probleem met water oplossen. En dan kan je misschien iemand zelfs krijgen die helpt met deze onzin mee tillen, oké? Deal. Nou, dan gaan we. We gaan naar de burgemeester. Ja, hallo, Tobetan. Ja, heb je Tobi? Ik heb jullie één keer matcht, nu niet meer. Ja, maar ik heb een ijzeren bel. Wil je die? Ja. Nou, hier heb je ijzeren bel. Kika, dank u wel. Ja, de slagboom is nog steeds kapot, mechanisme, dus je mag er overheen klimmen. Nee, klim er overheen, toch? Kun je me helemaal helpen? Ja, zeker. Goed, maar 1 en 2, op, zeg je. Ja, heel goed. Nou, Jan, volg mij, dan gaan we naar de burgemeester. Mensen, een fijne avond, hè? Ja, het is middag, een fijne dag. Hey, toe, man. Nou, boer Jan, daar staan we. We zijn aangekomen bij huis nummer 46. Hij wilde hem aanpassen, zegt hij, heeft hij nog niet gedaan. Oh mijn god, ik zie helemaal rot. Hallo, Fred. Hallo, wat toevallig dat ik jou tegenkom. Ja, wat toevallig in de bank waar je werkt. Hé, hey, Fred, hoe is je? Hallo, ik ben, ik ben hier met boer Jan om me introduceren aan de burgemeester. Heeft hij tijd, of... Dat gaan we kijken. Nou, dan gaan we kijken. Jan, nee. Het is allemaal wat formeler hier en zo, maar let daar niet op. Wat zie je beurt daar? Wat? Wat zie je aan mijn beurt? Hé, hey, man, zijn een schilderij opgehangen? Ja? Ik heb een nieuw schilderij opgehangen, alleen ik vind hem raar. Zo'n grote hand en een poppetje. Ja, maar dat is kunst. Ik ga het anders maken. Oh, mijn god. Voor alle kleine probleempjes waar je normaal mee naar mij toe kwam, Jan, dan kan je voortaan gewoon hierheen, oké? Dat is niet meer mijn probleem. Dus ook nou, voor Fred. Dus ook voor helpen, Tim. Voor ook? Voor wat? We helpen Tim. Wie is Tim? Tillen! Oh, Tillen! Ja, voor ook voor helpen Tillen. Hallo Fred, is het tijd? Kunnen we een afspraak maken op dit moment? Even kijken. Hallo Jan. Hoi. Waarom doe je op twee computers kijken? Systemen niet geslinkt. Oh god. Waar is Jan? Ja. Oh, Jan! Yeah. Wat doe je? Oh, sorry. Lees maar voor. Oh, heeft hij het? Heeft hij het? Yeah. In het boers betekent dat. Heeft tijd. Oh, heeft tijd. Top. Nou, dan kunnen we doorlopen. Yo. Nee. Wat is er? Fred, wat doe je? Tachi. Oh, gezondheid. Sorry. Nu mag je. Oh. Ah, kijk, daar zit hij al, de meneer de burgemeester. Oké, het is een best formele man. Yeah. Dus probeer. Laat mij maar even het woord doen, oké? Waarom? Ik heb daar een klacht. Ja, jij hebt een klacht, maar voordat hij zeg maar jou niet mag en dan weet ik wat en dan kom je weer terug bij mij. Ik wil gewoon echt heel graag dat jij voortaan met je problemen naar hem toe gaat. Oh ja, sorry. Ja, ga je okay, voor je naar mij. Ja, ik doe het wel. Als je me oplost, hè? Ja, ik los het wel op. Je mag gewoon mee, maar... Oh. Maar wacht, blijf je maar op het randje staan en introduceer ik je wel, oké? Oh ja, vet. Met tromgeroffel. Nee, zonder tromgeroffel. Goede... Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Goedemiddag! Hallo, goedemiddag. Hey, ik had een afspraak. Nee, ik heb geen tijd. Ik heb letterlijk met je assistent een afspraak gemaakt. Dan heb ik tijd voor jou. Hey, ik ben hier met Boejan. André, dit is Boejan. Goeiedag. Hallo, Boejan.
Dat is wat jij moet doen, hè, voor zo'n entree als dit. Ja, maar dat is dus het ding. Boeian komt altijd met zijn klachten naar mij toe. Maar sinds jij nu hier de burgemeester bent in de stad, vind ik dat die klachten niet langer naar direct de koning hoeven, maar eerder naar zijn onderdaan, de burgemeester. Ja, kijk, heerlijk. Het begint eindelijk al te wennen dat je niet meer in de hoogste macht staat, inderdaad. Ik ga hier over de problemen. Ik bepaal je wat er gebeurt. Nee, ik zeg het net. Ik stuur me nou naar mijn onderdaan, naar de burgemeester. Dit heb ik gevangen. Wat moet ik hiermee? Ja, het is viezig, kleverig. Ja, dan geef je dat aan mij. Gadverdamme. goed, ten eerste wil ik heel even zeggen, bent u de leverancier van onze nieuwe tulpen? Want al mijn tulpen zijn op in mijn kantoor, buiten het kantoor en daarbuiten. Dus ik snap niet wat jij hier trouwens ook met een vogel doet. Eigenlijk had ik tegen mijn assistent gezegd dat huisdieren verboden zijn. U zit hier met een of andere snoer, met laarzen met allemaal modder erop, een heel pak met allemaal modder erop. Dit lijkt me een probleem voor jou. Wat? Dat is mijn probleem voor jou. Lijkt de boeren werken hartstikke hard. Deze man die is helemaal in zijn waard. Hij is helemaal verbrand in zijn gezicht. Deze arbeidsvoorwaarden van deze man zijn niet goed. Hoe probeer je nou mij te verhalen? Dat hier in ieder geval voor gezorgd wordt dat de koning meer geld moet afgeven aan de boeren. Mensen betalen niet eens normaal een belasting, joh. Ik ga een wet opstellen dat boeren geen belasting meer hoeven betalen. Dit slaat op een manier op. Kijk naar zijn gezicht. Wacht even, dit is niet het probleem waarvoor we hier kwamen. Ze snoert niet meer in de krul. Het werkt gewoon niet meer. Wacht heel even, ik kreeg een telefoontje. Telefoontje? Ja, vertel wat je wil vertellen. Wat is er aan de hand? Laten de leraren weer te treuren. Ja. Wat? Ja. Wat? Je moet ook beter opletten, Florian. Kom op nou. Oh, hij is met zijn kind aan het bellen. Nee, Florian, nee. Hou op nou. Als je mij in de voetsporen wil treden, dan moet je goed zijn in rekenen. Dan moet je goed zijn in alles, economie, alles. Ja, zijn kind. Nee, Florian, nee. Kom op nou. Hou op. Je gaat naar je kamer. Nu. Je luistert maar naar je moeder. Nee, nee, ik ben er helemaal klaar met, Florian. Nee, nee, nee. Fijne dag nog. Gaat het, meneer de burgemeester? Dat klonk als een heftig belletje. Waar hadden we het over? De boeren, inderdaad. Oké, ik ga in ieder geval een wetsopstel doen. En ook wil ik voorstellen, binnen een kwartier altijd een liter water ter je beschikking. Wacht even. Hoe is dit zo deze kant op gegaan? Nee, nee, nee. Ik vind toch trouwens wel knap hoe jij die papegaai hebt afgericht. Want hij kijkt gewoon de kant op waar jij ook op kijkt. Oh mijn god. Knik eens ja. Jongens, goed, mannen, heren. Nog wat? Ja, deze boer heeft olie gevonden in zijn sloot. Ik denk dat het olie is in zijn sloot. Daardoor gaan de vissen... Zit een gat in het plafond. Daardoor gaan de vissen die gaan dood. Weet ik wat allemaal. Hij heeft spullen aan de andere kant van de tolbrug zitten die getild moeten worden. Yeah. Dit zijn niet langer mijn problemen. Hiervoor komt hij naar jou. Verder, er is ingebroken in het museum. En ik denk dat de olie in het water daar misschien iets te maken heeft met de inbraak in het museum. Net zoals de olie die hier lag. Los het op, je bent burgemeester. Ja. Ik zal eens even kijken. Bellen ben je geld, want ik wil weer wacht kunnen... Even. Oh mijn god, hij gaat iets met Fred bespreken. Fred. Oh. Ja, zet hem maar door inderdaad. Ja. Zet hem maar door. Ja, dat is goed. Zet hem maar door. Hij weet er al vanaf. Hij kon het mij net ook hartstikke goed vertellen. Hij kan het ook oplossen. Ja, top. Nee, ik ga dit niet oplossen. Nee, absoluut niet. Het is doorgezet naar de koning. Wacht, dat ben jij. Nee, ik ga dit niet doen. Oh. Dit is jouw probleem voortaan. Jan, maak kennis met de burgemeester. Deal, we splitsen hem op. Nou, dat vind ik een goeie, we splitsen hem op. Jij doet de tillen, ik doe de olie. Ja, top, ik doe het museum. Nee, jij doet de tillen. Ik ga even een bezoekje mee in het museum. Hallo. Wat? Ik heb nog een vraagje. Jij vertel. Voor jou, jij hoeft niet eens een afspraak te maken. Jij kan altijd... Hoe zou hij nou weer wel? Ja. Nou, Kiek, ik wil graag een vergunning aanvragen. Komt u maar even mee. Oh, weet je, ga jullie vergunning aanvragen? Yes. Ik ga het olieproblemen oplossen en museum inbraken. Waarvoor? Okay? Weet je, zoek het uit. Een kippenschuur met tweede verdieping. Oh, ze hebben wel een kippenschuur met... Fred, ik ga er vandoor. Waar is Fred? Fred? Het zal wel, weet je. Ik ga er vandoor. Hij wilde een kippenschuurvergunning aanvragen. Het zal allemaal wel. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij het museum. Ik heb met de burgemeester afgesproken. Hij gaat de tolbrugprobleemdinges oplossen van... hoe heet die? Van Jan. En ik ga proberen het... museumraadsel. Wat hoor ik op te lossen? Wat is dat voor geluid? Komt dat uit Fred's huis? Wat is er mis met Fred's huis de laatste tijd? Maar in ieder geval, ik ga het oplossen. Hey, Fred, je staat er ook gewoon. Wat gezellig. Ja, dit is mijn museum. Weet je ja, dan? Ik had niet verwacht dat je hier zou staan. Hey, ik wil graag... Ik wacht op klanten. Jij wacht op klanten. Ja. Hey, hoe is het met de inbraak geweest? Nou, heb je spullen al terug? Ja. Wat kom je eigenlijk doen? Heb je je spullen al terug? Nee. Je hebt nog niet je spullen terug, of wel? Nee. Nog niet? Ik wou een bezoekje gewoon plegen. Ik wou even kijken bij het museum. Eigenlijk was ik dicht. Ja, maar ik kan wel voor de koning een plekje vrijmaken. Oh, goeie. Ja? Ja, dat kan wel. Oké, top. Nou, maar, ja? Je mag ook wel gratis naar binnen, want ik vertrouw je wel. Oké, top.
Maar je moet wel alle spullen innemen. Hoezo? Behalve, nou, drie redenen. Oké. Regel, reden 1. Reden 1. De spullen mogen niet beschadigd worden. Oké, nou weet je, dan is het voor mij al goed genoeg. Is alleen dit of ook nog meer? Nee, alles. Alles? Maar ook zo? Ook mijn lantaarn op mijn hoofd? Ja, daarmee kun je uitsteken. Oké. En mijn... Oh, ik geef je wel gewoon echt alles hier, prima, ja, zo. Ja, ja. En ja, mijn eten dan? Nou, oh nee, je eten mag je wel houden. Oh, mag ik dan maar met meer? Want ik heb nog maar 14. Oh, hier. Ah, die top, dankjewel. Ja, die mag ik houden, top. Zo, eten ook bij me. Wat? Nee, oké, dan ik heb alles ingeleverd. Mag ik dan een bezoekje plegen nu? Dat mag, maar ik ga eerst jouw spullen ga ik hier neerzetten. Want dit is een geheime plek voor jou en alleen. Oké, nou prima. Mensen kunnen het wel zo stelen, maar ik vertrouw er wel op. Oké. Ik ben er klaar voor. Welke tour wilde die gaan? Doe maar die taart daar. Ja. Ja. Je bent de eerste die dat kiest. Echt? Ja. Oké, nou, kom, gezellig. Ik ga met je taart, mag ik de taart ook hebben, of? Nee. Oké. Okay. Er is al genoeg gestolen. Nou, heb je inmiddels ook wat nieuwe dingen? Want dit heb ik natuurlijk allemaal gezien. Dit heb je al uitgelegd allemaal. Of, ja. Kijk, de T-Rex staat er nog in volle glorie. Hé, hey, je hebt wel alles gerepareerd en schoongemaakt, zie ik, van de inbraak. Ja, moest wel. Ja, dat snap ik. Uit. Nee, het was één grote rommel. Maar je hebt nog niet je koraal terug. Nee. Hé, Het ziet er, je hebt ook nog niet dit terug van je Picasso en zo. Maar wat heb je dan nieuw inmiddels? De nieuwe stellaatje is vol. Oh, deze was vorige keer leeg natuurlijk. Jemig, wat is dit allemaal? Lijkt wel. Oeh, dit is duur. Ziet er duur uit, het allemaal. Ja, daarom is het goed beveiligd. Oh. Achter een mooie kluis. En wat veel is er dan? Glas. En, oh, moet je dat echt weten? Is het een schat op een korte manier. Gewoon een hele korte manier. Oké, we beginnen helemaal links, gaan we helemaal naar rechts. Heel kort en heel snel. Ja, klei uit Pompei. Klei uit Pompei. Pompei, ja. Pompei, dat is ja. De Kalanadbrus, ja, weet je dat? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat. Ja. Kan je even niet in één keer? Waar komt het allemaal vandaan? Dit is een gouden kommetje. Ik hoef niet alles per stuk te weten. Ik vind het gewoon prima als je gewoon in één keer vertelt waar het vandaan komt. Nou, het komt uit verschillende landen. Maar, een deel komt uit Sri Lanka, een deel komt uit Egypte, een deel komt uit Namibië, ja, een deel komt uit Zuid-Brazilië. Weet je, een deel Alfred, komt uit... ik ga eerlijk zijn, ik kwam niet voor een tour. Ik kwam eigenlijk om gewoon te kijken of we het probleem van de inbraak op kunnen lossen. Nou, dat vind ik toch wel jammer. Hoezo? Ik kom hier proberen je te helpen. Je is ingebroken hier laatst. Ja, nou oké, goed. Kijk dan nog maar heel even. Met mij gaat het verder prima. Kijk maar heel even zelf rond dan. Niet in de kluis kijken. En ja. Ik snap die Alfred gewoon echt niet, jongens. Oké, niet in de kluis kijken. Nou, weet je, dat ding is, ik wil heel graag in die kluis kijken. Ik moet Alfred helpen. Ik moet het mysterie oplossen van wie de ingebroken heeft in dit museum. Gewoon. En. Gebeurt er? Hallo? Dames en heren, we gaan over een paar minuten sluiten. Tot ziens. Oké. Ik ben de enige. Hij kon het net zo goed net vertellen. Ja, ik vind het verdacht, jongens. Ik vind het verdacht. Het is wel opgeruimd. Dat is wel jammer, eerlijk gezegd. Want er zijn een beetje de sporen zijn gewist van wie nou deze inbraak gepleegd heeft. En jullie zegt ook in de reacties dat het mogelijk Fred is. Dat Fred dit gedaan heeft, want er ligt overal olie en zo. En weet ik voor wat allemaal. Laten we even nog heel even met Alfred praten. Even kijken of hij iets meer weet. Oh, nee. Hé, wat werk ik dan? Alfred, hey. Alfred, nee! Oh, je hebt mijn spullen! Ik kom er toch niet uit? Alfred, hij heeft me weer opgesloten voor de tweede keer. Oh, my days, dat meen je niet. Is hier een andere manier naar buiten? Dit is de tweede keer dat Alfred me hier opsluit. Oh, mijn god. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Oh, wat gaan we doen? Ik ga gewoon wachten. Ik ga gewoon wachten. Ik ga letterlijk wachten tot Alfred beseft dat ik hier nog zit. Ik kan wel uitbreken nu. Maar ik wil dat hij beseft dat hij me op heeft gesloten. En dat hij dat altijd doet. Dus we gaan gewoon rustig en geduldig hier op in het hoekje op hem wachten. Zo, hoppakee. Wat gebeurt hier, jongens? De dief is er. De dief is er, jongens. Oh my days. Gewoon op hete daad betrapt. En het is niet Fred. Het is niet Fred. Het lijkt niet eens op Fred. Wie is dit? Wie is het? Wacht, ik wil goed zicht van hem. Oh mijn god. Waar is hij? Hé? Waar is hij? Daar is hij. Wie is dit? Draai je om. Draai je om. Ik wil je gezicht zien. Wie is dat? Ik zag het niet. Hey! 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 Kom hier! Kom eens hier! Oh mijn god, jongens. Dit is het moment. Ik moet weer goed zitten. Ik zat helemaal niet goed. Ik zat achterover geleund. Kom hier, waar ben je? Stop! Hou op, joh, dief! Hey, blijf er staan! Hallo, ik heb je betrapt, jongeman, meneer. Blijf er staan. Oh mijn god, als ik hem nu heb, jongens, ben ik oprecht gewoon de held van het museum. Blijf staan. Hé, hey, je bent betrapt. Je kan letterlijk geen kant op. Ik ken de hele stad uit mijn kop. Oh mijn god, waar gaat hij heen? Waar ga je heen? Waar ben je? Hij ging hierheen. Ik zag hem naar beneden gaan.
Hey, stop! Hallo! Oh mijn god, Oh, kom op, ladder! Wek mee, waar is hij heen? Hij is hierheen. Oh mijn god. Blijf staan! Hey! Ik zit zo dicht bij hem, jongens. Oh, waarom heb ik mijn spullen nou niet bij me? Ik had mijn spullen moeten pakken. Oh, mij deze, ik had mijn spullen moeten pakken. Blijf eens staan. Kom hier. Je kan niet voor eeuwig rennen. Blijf nou eens staan. Hallo. Je kan letterlijk niet voor eeuwig rennen. Waar ben je? Oh, maar waar ga je heen? En... Hey, Fred! Fred, blijf staan. Ik ga pakken. Fred, laat me met rust. Ik moet erachteraan. Nee, nu heeft hij weer... Oh, nu heeft hij weer een voorsprong gehad. Ik hoop niet dat hij ver is, jongens. Alfred, welke kant ging je op? Ik ga deze kant op. Alfred, ik kom zo meteen weer jouw kant op. Ik kom zo meteen weer jouw kant op. Waar is hij? Oh, mijn god, ik ga hem niet meer vinden, denk ik. Nee. Ik had hem letterlijk op heetendaad betrapt. Oh my days, dit meen je niet. Waar is hij heen? Waarom? Ik was zo dicht bij hem, jongens. Ik kon hem een paar keer bijna slaan. Dit is zo frustrerend. Ik heb hem gezien, het is geen robot. We hebben Fred letterlijk gezien. Oh mijn god, Ik ga even terug. Fred was letterlijk de meest verdachte persoon tot nu toe. Van iedereen. Jullie zeiden het allemaal in de reacties, maar nu kan het Fred gewoon niet meer zijn, toch? Waar is Alfred? Oké, Alfred is denk ik terug naar zijn museum. Fred! Fred, waar ben je nou? Hij is hier naar binnen. Oh mijn god. Fred, wie was dat? Zag je een gezicht? Nee. Oh, wat was je aan het doen trouwens? Maar dat is niet belangrijk. Ik was bij een graf aan het bidden. Van wie? Ja, wie ligt daar ook alweer? Hier ligt Gerard. Oh, Gerard de geit. Oh, ja, een geit. Maar je hebt geen gezicht gezien. Nee, ik stond zo. Oh, mijn god. Ja, hij sloeg. Jij wilde waarschijnlijk snel langs je rennen. Wie was dat? Ja, dat weet ik dus ook niet. Hij was op hete naad betrapt in het museum. Ik was op Alfred aan het wachten. Ik dacht van, nou... Wat gebeurt er? Ik ga bellen. Met wie? Ik krijg hem niet te pakken. En ben jij? Ik ga even snel naar het museum en dan ga ik even kijken met Alfred praten, oké? Ik ga mee. Ja, ga jij maar mee, prima. Zo zonde is dit, Fred. Echt waar. Dit is zo ontzettend zonde, dit. Oh, mijn god. Ja, en pijnlijk. Ik snap, jij bent geslagen natuurlijk, maar ja. We kunnen... Wat ga je doen? Begin. Oké, nou prima. Het is niet te geloven. Alfred, je bent er. Ja. Ten eerste, je hebt me weer opgesloten. Laat je erdoor. Jawel, je hebt me opgesloten. Ik heb gezegd dat we gingen sluiten. Dus jouw probleem dat je er niet uit bent gegaan. Ik heb de dief bijna te pakken gehad. Het is geen... Dief? Heb je gezien wie het was? Kijk, kom mee. Loop mee. Ik zat te wachten in het hoekje hier. Ik dacht, weet je, ik ga hier in het hoekje wachten. Hier. Op het moment dat jij terugkomt. En dan kon ik heel boos worden op jou dat je me weer hebt achtergelaten in het museum. Net zoals vorige keer. Nee, maar ja. Vervolgens zit ik hier een beetje mobiel, een beetje te chillen. In één keer hoor ik dat er glas breekt. Ik schrik me kapot. En bijna al je goud... Bijna al je goud is gestolen, Alfred. Nee, alleen een klein van Pompeii en mijn gouden kommetje en... De enige dingen die je hebt uitgelegd zijn over de rest. Waar je niet eens naartoe bent gekomen. Dus ik weet ook niet wat er is gestolen. Ja, hij is niet bij de kluis gekomen. Ik stond hier. Ik had hem toen hier stond betrapt en toen is hij weg gaan rennen. Oh, ik ga camerabeelden kijken. Maar, camerabeelden? Sinds wanneer heb jij camerabeelden? Alfred, weet je? Alfred, wacht even. Wacht even, Alfred. Alfred, oh mijn god. Mijn spullen, ik ga eerst mijn spullen pakken. Dat is eerst voordat er weer een achtervolging komt. Ik had al mijn spullen niet bij me. Weet je, het ding is, Alfred, ik had het gewoon kunnen redden. Wat ben je aan het doen? Nee! Wat is er? Shit! Wat is er aan de hand? De camerabeelden zijn error. Ik vind nog steeds een rare foto, dit met jou en Frederik. Maar, kijk! Wat? Error? Oh, ze zijn allemaal rood. Ja. Wat zie je daarboven dan? Welke camera is dat? Zeg ik niet. Oh, de kluis zeker. Ja. Maar, Alfred, het ding is, je moet... Ik moet hier heel even over nagaan. Ik wil nu wel met je bespreken en zo, maar jij hebt je kop ook vol nu weer met het feit dat er weer is ingebroken in het museum. Ik moet echt even alleen zijn. Ik moet echt even wat dingen regelen. Nee, dat snap ik. Ik ga ook wel even... Ja, doei. Komt helemaal goed. Dag, Alfred. Shit.
Jongens, wat is er allemaal gebeurd? Het is weer ochtend aan het worden. Er is een achtervolging geweest. Ik heb hem net niet te pakken gehad. Misschien dat ik nu even snel kan vliegen en nog één laatste scout over de stad kan doen. Had ik maar mijn spullen net. Dan had ik hem gewoon zo veel makkelijker te pakken kunnen krijgen. Ja, hij is gewoon weg, jongens. Hij is gewoon weg. Of hij of zij, ik weet het niet eens. Het leek in ieder geval op een mens, want hij had geen robotarmen. Fred was zelfs in de achtervolging te zien, dus Fred kan het ook niet zijn. Maar wat is die olie dan? Waar komt die olie vandaan? Ik snap het niet. Raar, jongens. Heel raar. Ik ben niet eens toegekomen aan het vuur dat ik weg wilde halen. Oh my days. Weet je, dat komt ook wel volgende aflevering. Voor nu, jongens, gaan we de aflevering afsluiten op de plek waar we letterlijk de aflevering zijn begonnen. Er is heel veel gebeurd, heel veel chaos, achtervolging. Heb jij nou een idee wie de dief is? Laat het dan even in de reacties weten. Misschien dat jullie iets gezien hebben. Misschien dat jullie... Natuurlijk, kunnen letterlijk op frames kunnen jullie door de video heen kijken. Laat het even weten. Vergeet zeker ook even niet te liken. En als je toch op dit punt in de video bent, moet je ook even abonneren. Het is letterlijk gratis en je bent toch al zo ver aan het kijken. Net zo goed abonneren. En... Hey, burgemeester, jij gaat problemen oplossen waarschijnlijk. En dan nu, oeps, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van VNDL. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Goeie aanrader. En nu spreek ik later, glaasje aan, deel 4.